Ja, nou hartstikke leuk dat jullie zo bezig zijn met Baseball 5. En nou ja, volgens mij het ook goed doen met de club, toch? Ja, dat is prima. Het is goed te integreren in de club. En het is een hele mooie sport waarmee denk ik je toekomst voor de Hongkong Softball Sport een flinke boost kan geven. Wat een fantastische mooie woorden, meneer Erik Eilering. Dat ja, klopt, ja. Ik zie u een beetje schrikken. Michel Valkenburg, ja. Nee. Oh, ik zie dat staan, Michel Valkenburg. Ah, nou, dat klopt. Dat is misschien iemand die het account gebruikt heeft. Ik breek even in op een KNBSB-account. Ja. Ik zal mijn camera ook meteen aanzetten, want dat is natuurlijk wel ja, zo leuk voor u. En uiteraard wel zo netjes. Want weet u ook een beetje wie er nu ineens tegen u praat? Ja, ik zie hem al. Kijk, ik breek even in dit gezellige gesprek wat u met Daan heeft. Mm-hmm. En ik doe dat niet zomaar. Want ik hoorde net een stukje van het gesprek. Dat ging denk ik al over Baseball 5 en over het promoten van Hongkong Softball in het algemeen. Ja. En dat is ook eigenlijk even de aanleiding dat ik inbreek. Want ik heb hier een stukje tekst voor me staan, wat over u zegt en uw betrokkenheid bij de honkbal en softbalsport en recent ook bij Baseball 5. En dat wil ik eigenlijk even met u delen. Erik is sinds de oprichting in 1981 een actief en betrokken lid van de vereniging Bedrocks in Emmen. Naast het zelf honkballen is hij ook al jaren actief als trainer en coach bij de verschillende teams, maar ook als bestuurder en als scheidsrechter. Erik is ook actief in het cluster Noord. Hij richtte in 2012 de vereniging Caps Hogeveen op en was daar jarenlang voortrekker en voorzitter. Erik is intensief betrokken als vrijwilliger bij de KNBSB, jaren lid van de Bondsraad en op dit moment nog lid van de Commissie van Toezicht. Maar recent, sinds de introductie van Baseball 5, is Erik groot fan en inspirator van de nieuwe sport. Hij ziet kansen en mogelijkheden voor de sport en verenigingen om met Baseball 5 aan de slag te gaan en zet zich daarvoor vaak ongevraagd voor de volle 100% in. Zijn enthousiasme, tomeloze inzet en volharding is een inspiratie voor velen. Herkent u zich daar een beetje in? Ja hoor, ja, een heleboel wel. En dat zijn mooie woorden, dankjewel. Kijk, nou die zijn niet zomaar. Want u weet misschien dat er jaarlijks door de KNBSB awards uitgereikt worden. We hebben een aantal malen hebben we die aan de deur mogen uitreiken. Maar dit jaar doen we dat virtueel. Ik zal een klein stukje opzij gaan. Dan ziet u misschien al een stukje van het ereteken. Want de tekst gaat namelijk verder. Zijn enthousiasme, tomeloze inzet en volharding is een inspiratie voor velen. Erik ontvangt dan ook namens de KNBSB de Slugger Award 2020 voor zijn jarenlange inzet voor onze sporten. Maar in het bijzonder als aanjager achter Baseball 5. Dus Erik, bij deze mag ik aankondigen dat jij de officiële winnaar bent van de Slugger KNBSB Award 2020. Super, super, dankjewel. Rest mij natuurlijk de felicitaties daarbij toe te voegen. Ik herken de Bedrocks als een hele fanatieke deelnemer bij het NK Baseball 5. Nou, ik begrijp nu hoe dat komt. Dat is natuurlijk omdat jij daarachter zit en daar de grote inspirator achter bent. En ja, Baseball 5, nieuwe sport. En het is natuurlijk fantastisch om te zien dat mensen die klassiek al betrokken zijn bij Hongkong Softball, dat Baseball 5 oppakken en de nieuwe kansen daarmee grijpen en kijken of we daarmee onze sport nog meer kunnen promoten. Nou, de Slugger is een award voor iemand die zich inzet voor promotie van Hongkong en Softball, promotie van de KNBSB, promotie van verenigingen. Nou ja, op jouw lijf geschreven voor dit jaar. Dus namens de KNBSB en een heel klein beetje namens mijzelf, ongelooflijk gefeliciteerd. En ja, we gaan het nog één keer zeggen en dan gaan we, Daan en ik gaan we even voor je klappen. De winnaar van de Slugger Award 2020, Erik Eilering. Dank u, dank u. Yes.